Een Aprilia Rally. Ja, ja. Dat wordt het. Hè? Helemaal. Scooter. Het was een scooter. Ja, het is nog steeds een scooter. Ook wel. Zo ziet de scooter eruit als je alle kappen eraf haalt. Ja, het gaat me eigenlijk alleen om dit gedeelte. Dat moet ik hebben. Want ik heb hier namelijk een heel mooi voorasje. Van een brommobiel. Ja. En die moet daar aan. En dan... Bop, bop. Dan kan ik niet meer omvallen, want dan heb ik twee wieltjes. Wat denkt u? Ja, dat moet lukken. Dat wou ik zeggen. Ga jij maken, dat weet ik zeker. Dat gaan we nou doen. Ja, ja. Zit er al een bierhouwer op? Nee, daar moeten we eigenlijk mee beginnen. Maar dat ziet er wel leuk uit, joh. Dat heeft wel potentie. Ja. Zo is het anders als een scooter. Een klein detail. Je mist iets. Ja. Kleinigheidjes. Dat is een beetje jammer, hè? Dan wil je er een driewieler van maken en dan zit er alsnog twee wielen op. Dat gaat zo ook wel, joh. Gewoon een beetje zo opzij gaan hangen als je rijdt. Ja. Twee wielen rijden. Heel veel tijd. Ja. Zo. Maar de deken is weg, want ik wil het wel eens goed zien. Kijk hoe het... Ja, kijk. Ik vind het wel mooi. Scooter. Ik vind het mooi. Wel hè? Ja. Ik denk ook wel dat het goed komt. Customize de zitting. Ja, ja. Degelijke benzinetank. En niet te vergeten. Oh. Ja. Perfect. Ja, kijk, een Redneck Homemade terugloper. Dat is materiaal. Helemaal goed. Welke van de gaten moet ik hebben? We hebben een serieus probleem met de voorwielen. Zoek de verschillen. Ik zie ze niet, hoor. Dat is ook rond en zwart. Nou, Mad Max is er niks bij, maar we zullen het proberen. Ja, het is één middag werk, dus.